Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Nelly. Ali is thuis. Die is daar de boel aan het inpakken. En ik ben onderweg naar mijn ouders met Coco. Nou, zoals jullie net hebben gezien, vriest het behoorlijk. Of tenminste, nu is het min 1, zegt de auto. Het zonnetje schijnt, dus het valt op zich mee. Maar ik denk dat het vannacht wel iets kouder is geweest. En mijn ouders gaan dit weekend op Coco passen, zoals gewoonlijk. Mijn vader die stuurde gisteren al een sms'je van... Een appje van waar blijft Coco? Nou, hij is onderweg hoor. Dus daar gaan we naartoe. En dan gaan wij richting de Veluwe. Ik hou jullie nog even in spanning waar we naartoe gaan. Dat gaan we straks al aan jullie vertellen. Maar ik heb er zin in. Het is in ieder geval mooi weer. Ja, nou je gaat uit logeren. Ja, we zijn er. Hij vindt het eigenlijk nooit zo leuk in de auto. Maar ja, dat snap ik wel, want er gaan al die dingen heen en weer. En ik heb nu niet echt de moeite genomen om dat allemaal los te pakken. Zijn speeltjes rammelen dan een beetje. Zo wordt hij een beetje boos altijd van. Nou, wij zijn even de autobanden aan het bijvullen met lucht. En eigenlijk schrokken we wel een beetje van... Ja, hoe weinig daarin zat. Dat moeten we echt vaker doen. Er moest flink wat bij. Ja. Dat is wel even nodig. Als we nu straks de caravan opgehaald hebben, dan kijken we even of we langs het tankstation komen. En dan pompen we die ook gelijk op. Maar volgens mij zijn die ook aardig leeg hoor. Ja, die moeten ook nodig denk ik. Oh ja. Mm-hmm. Smerige handen nu. Nou, Ali is er ook bij, zoals jullie zien. Ja, ik ben er ook weer. Ik heb de auto ingepakt. Jij bent nog even naar de bakker geweest. Ja, ik heb een kersttolletje gekocht om even mee te lunchen zometeen. En wij zijn nu onderweg naar de stalling. Ja. Hij lijkt wel zwaarder geworden. Ja. En wij rijden in Nunspeet. En ik kwam net langs een oliebollenkraam. Daar heb ik even oliebollen gekocht. Want het is ondertussen 2:30 en wij hebben niet geluncht. Het is ook gewoon standaard ritueel. Het gaat altijd hetzelfde. Ja. Maar wij zijn onderweg, want dat hebben we nog helemaal niet verteld, naar camping Kost Verloren. Ja. Kost Verloren. Daar zijn we. Een grappige naam. Ja, ik. Op Urk eet je kost tussen de middag. Dat is warm eten. Ja, nu zijn we het verloren. Ja, nou dat klopt ook nog. Ja. Ik ben benieuwd. Ik heb me eigenlijk helemaal niet ingelezen of zo. Ik weet dat er een camperpark bij. Het is camperpark Kost Verloren, maar er zit er ook een camping bij. Oké. Daar gaan wij op staan. Ik denk dat we de enige zijn. Dat denk ik ook. Ik denk dat er echt niemand staat. Maar nee. Ja, dat maakt niet uit. We gaan het zien.
Gaat dit goed? Ja, dit gaat goed. Hier aan de rechterkant wordt er geschaatst. Ja, het is koud, het vriest. En nou ja, we zeiden net nog tegen elkaar, we hebben veel bekijks nu, want wie zie je nu in dit... We zijn één caravan tegengekomen. Ja, eentje. Ja. Maar je ziet iedereen dus. Zo kijken zo van... Wat die gaan... zijn gek. Misschien zijn we dat ook een beetje. Klein beetje. Oké, nou we zijn er bijna. 2 minuten, 600 meter. Ik moet hier naar links. Staat er op een bordje. Kost verloren. En het zit tegenover een camping waar jouw oma heeft gestaan met de staakcaravan. En zit het daar tegenover? Nou ja, daar zit het wel vlakbij. Dus deze omgeving kennen we wel aardig ja, goed. Ja, dat wel. Maar dat maakt niet uit. En jouw zusje heeft er ook nog gewoond op ja. in deze omgeving. Dus ja. dit kennen we wederom weer, maar... Maakt niet uit. Nunspeet is wel erg gezellig, dus... Ja. Toch? Altijd druk. Druk en gezellig. Ja. Nou, wij zijn gearriveerd op camping Kostverloren. Nou, en zoals ik al had gedacht, staan wij hier alleen. Er zijn wel wat campers op de camperplek, maar geen caravans. Ik ben aan het uitpakken en Ali is buitenom de pootjes aan het uitdraaien, elektriciteitskabel, bla bla. Dat is zij aan het doen. En, ze heeft een kannetje water gehaald. We gaan koffietje maken. Lekker. Zin in. Heerlijk. En dan gaan we de koffie maar combineren met onze lunch, toch? Ja, het is inmiddels we dat bijna doen. 3 uur. Ja, het is weer heel gek aan het worden. Maar 3 uur. Maakt niet uit. Is daar wel water? Ja, maar er hangt een ijspegel aan het waterkraantje. Okay. Ja, echt. Wel grappig om te zien. Ik ga even de watertank vullen. Neem ik jullie even mee. Dan kunnen jullie de ijspegel even zien. Ik dacht eigenlijk... dat de waterkraan was afgesloten. Maar dat is dus niet het geval, gelukkig. Want nu hebben we echt heel dichtbij water. Een waterdakpunt. Kijk, hij is nu een heel klein stukje kleiner dan dat hij was. Daarnet hing er echt zo'n hele lange ijspegel aan. We hebben ook iets heel lelijks meegenomen. Hier ligt het ook. Het is gewoon echt het toppunt van lelijkheid. Ja, wij vinden dit lelijk, hè. Er zullen vast wel mensen zijn die dit mooi vinden. Ja. Wij vonden het zo koud. Wij vinden gekleurde lichtjes niet zo leuk. Maar ieder zijn smaak. Ieder zijn smaak, inderdaad. Sommige mensen vinden dat wel leuk. Helemaal lekker doen. Maar het is wel leuk. Wij vinden het wel leuk voor in de caravan. Nou, ik vind het ook niet leuk voor in de caravan. Nou ja, sorry. Gewoon vervouwd. Ja, okay. Ja, het is wel wij heel vinden fout. Het fout. Ik ben benieuwd hoe dit er vanavond uitziet, joh. Nou, een ballentent. Ja, een ballentent, ja. Oké, dit is onze plek. De caravan staat. We hebben hem helemaal geïnstalleerd en alle spulletjes opgeruimd. We staan op nummer 18. En die mevrouw die vertelde net dat deze eerste 4 plekjes, dus dat is 1, 2, 3, 4, die zijn in de winter vrij voor caravans. Nou, zoals jullie zien zijn wij op het moment de enige die aan het kamperen zijn met de caravan. En dan hebben ze hier ook nog een camperpark. En dat is deze weg uitlopen. En dan, dat laten we zo wel even zien, want er staat ook een sanitair gebouw. Maar daar staan dus op het moment 2 campertjes. Dus daar zijn dan wel kampeerders. Maar daar mochten wij niet staan. Of in ieder geval, die mevrouw die vertelde. De caravans die gaan toch echt hier op de camping. Dus en... Campers bij elkaar, caravans bij elkaar. Nou ja, heel duidelijk. Wij zijn in het verleden, zijn wij wel eens een keer op deze camping geweest. Ja, niet met caravan, maar met een wandeling, toch? Ja. En dus we kennen het wel een heel klein beetje. En volgens mij hebben wij toen hier ergens gebruik gemaakt van het sanitair onder de wandeling. Als ik het goed zie. Ja. Ik denk zomaar dat dat ook een sanitair gebouw is. Maar dat is nu gesloten, want wij maken gebruik van het sanitair gebouw op het camperpark. Oké, heel rustig hier, toch?
Maar deze is gesloten, toch? En die ja, ook. Ja. Zullen we daar even naartoe? Ja, we gaan eventjes een kijkje nemen op het camperpark. En wat ook wel grappig is, er is ook een theetuin aanwezig bij deze camping. Ja, die is nu dicht natuurlijk, want het is echt in de zomer open. En ja, voor de rest weet ik eigenlijk nog niet zoveel. Wij, of in ieder geval Nelly, die vroeg er net wel van, kunnen wij dan ook daar? Want het leek ons wel gezellig als wij dan, als we dan ook met andere kampeerders stonden. Want nu staan we een beetje afgelegen. En zien wij ook niet zoveel. En het camperpark is wat uitgestrekter, waardoor je ook wat meer uitzicht hebt. Maar ja, dat kon niet. Dus dat vinden wij persoonlijk een beetje jammer. Maar ja, aan de ene kant ook wel weer begrijpelijk. Want die eigenaresse, die doet het zoals het zelf wil natuurlijk. Dus, oké. Nou, dit is het camperpark. En we staan nu bij het sanitair gebouw. Ja, ik had toch liever hier gestaan. Ja, ik ook. Maar ja. Ik vind dit ook wel leuker. Nu kijken we uit op een schuurtje. Ja, jammer hè. Want als we hier hadden gestaan, dan hadden we best wel een vrij uitzicht gehad. Want volgens mij zie ik er in de verte zelfs een ooievaar. Dus ik had me hier eigenlijk wat prettiger gevoeld. Het is natuurlijk ook een gevoel wat je hebt op een plekje. En wij houden toch wat meer van, zoals jullie weten, van uitgestrekt en ook niet zoveel bomen om ons heen. Dus ja, maar ja, hè? Daar doe je niks aan. Nou, we gaan even een sanitair gebouw kijken. Waarom is dit hier? Geen idee. Voor de vos? Ik weet het niet. Wat? Ja, denk het. Geen idee. Toiletten? Oh, het is wel lekker verwarmd. Ja. Het is hier echt lekker warm. Oké, de mannenafdeling. En hier hebben we ook toiletjes. Nou, allemaal heel schoon. Hier heb je de toiletregels. Oké. Nou, dit is wel netjes, toch? Ja, ruikt er ook lekker. Ja. Oké, ik ga even naar de wc. Oké. Ik ga eventjes een kijkje nemen bij de douches. Ik vraag me serieus af waarom dit hier ligt, maar ik denk zomaar dat het inderdaad met de vorst heeft te maken, wat Nelly ook zei. Maar het ziet er een beetje vreemd uit. Oké. Douche. Oh, dat is nog best wel groot dit. Wasbakken. Dit is alleen een wasbak. En dan hebben we aan deze kant de douches. En dat is met muntjes, zie ik. Oh, daar moeten we dan even muntjes voor gaan halen, want dat hebben we nu niet. Ja, dit is ook prima, toch? Oké, nou, wij redden ons hier wel, hoor. We blijven 2 nachtjes hier, dus we zijn er maar heel kort. En het is gewoon prima. Ziet er goed uit. En ik vind het ook wel leuk dat hier kerstverlichting hangt. Ik denk als dit vanavond aangaat, dat het heel gezellig is. Oké, nou, hier verderop heb je een Jeu de Boule plek. En hier heb je een startplaats voor de campers. Kijk. En daar heb je het chemisch toilet. Dus daar kunnen wij ons chemisch toiletje gaan legen vanavond. Of morgenavond bedoel ik. Daar heb je ook nog een kerstboompje. Dat is ook wel grappig. Ja, heel leuk. En ik zie nog iets. Dat ga ik ook even laten zien. Want ik denk dat de mensen met de camper hier wel belang bij hebben. Hier heb je een betaalzone. En volgens mij kun je dus, als je met de camper bent, sorry hoor, maar ik heb de hele tijd een kriebelhoest. Als je met de camper bent, dan kun je volgens mij hier betalen. Dus dan hoef je niet vooraf te reserveren. Dat is wel handig. Kijk, hier kun je dan je pinpas tegenaan houden. En ik denk zomaar dat dan het systeem om in te loggen of te reserveren, dat dan automatisch opstart. Hier zie je ook een beschrijving. Dus dit is echt wel, als je met camper bent, is het echt wel handig.
Kijk, er staat er ook boven, betaalzone. Nou, zoals jullie zien, het is echt winter. Ja. En ik zie daar een vlag wapperen van NKC. Dus dat is ook wel even leuk om te weten. Nou, Nelly die heeft even geplast. En dan gaan wij nu richting de caravan. En dan gaan we toch echt even een koffietje drinken. Want volgens mij hebben wij de camping laten zien nu. Kijk, hier zie je ook een bord van ingang. En dan camping Kost Verloren. En Frida's theetuin. Want de eigenaresse die eet Frida. Dus daarom de naam Frida's theetuin. Oké, nou we gaan lekker naar binnen. Want ik heb het nu al koud hoor. De lichtjes, kijk hoe leuk. Nou, we zijn trouwens ons krukje vergeten. Heel slim, not. En onze mat. En dat komt eigenlijk omdat de vorige keer dat wij weer naar huis gingen, was dat krukje best wel vies. En het matje ook. Dus toen dachten wij, we nemen het mee naar huis. En dan nemen we het de volgende keer mee. Maar wij vergeten gewoon altijd iets. We vergeten gewoon altijd wel wat. Dus nu is het het krukje. Ja, oké. Okay. Een koffietje. Oh, dit is zo lekker. Zo lekker. Maar vooral nu dat het zo koud is. Kijk dan. Zo leuk dit, met de kerstverlichting op de achtergrond. Een lekker bakkie pleur. Pleur? Waarom zeggen ze pleur? Wat klinkt dit nou vies? Ja, heel pleur. Goor. Heel goor. Weet je wat ik ook zo leuk vond? De vorige keer waren wij weg geweest naar de B&B. En toen hebben wij geen koffie gedronken, maar wel thee. En toen kregen wij een reactie van iemand. En die schreef: wat jammer dat jullie geen koffie hebben gemaakt en alleen thee hebben gedronken. Ja. Dat is gewoon het allerlekkerst, koffie. Ja. Maar wij hadden natuurlijk wel koffie gedronken, maar dat hadden we niet gefilmd. Omdat wij met Nelly haar ouders weg waren. Dus ja, dan kun je niet alles filmen. Maar dit geluid... Ja, je kunt mij hier wakker van maken, serieus. Oliebolletjes erbij. Jij hebt er alleen op. Ja. Oké. Nou, lekker uur. Genieten. Wij lopen in Nunspeet. Wij hebben wat inkopen gedaan. We laten zo meteen wel eventjes zien wat wij hebben gekocht. Maar kijk eventjes hoe leuk dit. 3 verlichte herten. Heel sfeervol. Hier is nog een marktkraam aanwezig. Maar ik denk dat die zo stopt. Want het wordt ook al een beetje schemerig. En volgens mij hebben wij nu alles wat we nodig zijn. Ja. Vooral om dit weekend door te komen. Nee. Maar we laten jullie nog even in spanning. Maar we hebben iets gekocht. En dat komt zeker goed van pas. Dat zal ik je wel zeggen. Mooi hoor. Ja, heel leuk dit. Ja. Wauw. Er staat ook een bord bij. Ze zijn gesponsord. Oh ja, ja. Uit de kunst. Superleuk dit. Ja. Maar ook groot, kijk dan. Heel groot. Wauw. Echt heel leuk dit. Wij zijn weer... lekker terug in de caravan en het is hier lekker warm, want wij hebben het kacheltje eventjes aangelaten in de tussentijd dat wij in Nunspeet waren. Dus wij komen gewoon in een lekkere warme caravan weer terug. En ik heb mijn muts afgedaan, mijn jas uit en het voelt nu gewoon als zomer. Als thuis. Nee, als thuis. Het is natuurlijk veel gezelliger als je in een warm caravannetje komt. Dus dit was een strak plan van jou, want jij... stelde dit voor. Ja. Maar wij hebben natuurlijk wat inkopen gedaan. In Nunspeet. En Nelly gaat het even laten zien. Want het is echt... Het is echt. Nee, het komt echt goed van pas. Dus we gaan weer starten. Oké, ik ga het gelijk even uitpakken allemaal. Want dit is een thermobroekje. Of een legging.
eerder een lekking, denk ik. Panty, wat is het? Nou ja, hè? Noem het maar. Een thermo dingetje. Kijk, die hebben we gekocht bij de Action. 100 en J. Een thermolegging. Nou, dit is toch super lekker. Ja. Nu vooral met deze kou. Ik heb op het moment ook een thermolegging aan. En ik voel echt duidelijk een verschil. Oh, jij hebt er nu ook een aan. Ja. Oh, okay. En jij had er natuurlijk nog geen één. Dus nee. Vandaar dat we er nu eentje hebben gekocht. Ja. Oké, dus dat is één. Dat is één. Nou, wat heb je nog meer? Dan heb ik deze. Bij de Scapino hebben we die gekocht. En dat is een thermo shirtje. Lekker hoor. Lekker. Wat staat erop? Mountain Peak. Mountain Peak. Ja. Nou ja, ik vraag me af of ik erin pas. Oh, hij rekt wel. Nou. Oké, okay, dus die verpakking die bewaren we maar even, want dit is maat S. Maar hij moet natuurlijk wel goed strak om je body. Ja. Toch? Ja. Oké, okay, die hebben we dan twee keer gekocht. Ja, die trekken we morgen aan. Oh ja, dit is ook leuk. Ik heb een kleedje gekocht voor onder de tafel. Lekker zomers even ook. Een beetje... Ja, beachy. Ja, beachy, ja. Beachy. Ik ga gelijk even... Deze komt van de Zeeman. Ja. Ik ga even de kaartjes eraf knippen. We zijn echt als een wervelwind door die... Winkelstraat geweest. Gelopen, ja. Ja, niet te doen. Ja, we hadden een uurtje tijd, dus dat is niet heel veel. Maar ondanks dat uurtje hebben we wel best wel goed gescoord, ja. Toch? Ja. Nou, deze gaat onder de tafel. Ja, nou, laten we dat gelijk even doen. Gaan we gelijk doen, inderdaad. Tadaa. Superleuk dit. En natuurlijk lekker warm. Ja. We zouden eigenlijk... een stukje vloerbedekking op maat laten maken. Of zelf op maat maken, maar... De week gaat zo snel als je aan het werk bent. Dus eigenlijk denk je daar pas aan als je weer in de caravan bent. Dan denk je, oh ja, dat zouden we ook nog doen. Dus vandaar dat we nu dat kleedje hebben. En hopelijk geeft dit ook goed effect. Ik denk het wel, want ik voel nu al verschil. Ja. Je kunt nu al veel beter met je sokken, zeg maar... Ja, op de vloer. Pantoffels. Ja. Ja. Dus hopelijk houdt dit de kou tegen. Oké, dus dat hebben we ook gekocht. Nou, dan hebben we nog iets. Dat is dit. Dat is een nieuwe deurmat. Ja, want die waren we vergeten natuurlijk. Die zijn we vergeten, dus we hebben maar een nieuwe gekocht. Maar ik ben bang... Waarvoor ben je bang voor? Dat het te breed is. Nee. Nee? Nee hoor. Ja hoor, hij past. En volgens Nelly is hij ook nog beter dan... die we hadden. Dus dat is helemaal top. Nou, hebben wij een schone inloop dit weekend. Maar nu komt de primeur. Ja, ja. Voilà. Voilà. Tralalala. Nee hoor, wij hebben het helemaal niet koud. Een elektrische deken. Twee stuks. Oh, dat ik wil eigenlijk nu al in mijn bedje. Twee stuks. Niet te doen dit. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit vanavond ligt. Vanavond? Ik ga dat nu al doen. Nu? Ja, ik ga je gaat nu toch zitten. Nog niet op bed? Ik ga er even op zitten. Oh, jij gaat erop zitten. Ja. Ik ben er eigenlijk... Wat? Er zitten van die bandjes aan voor een eenpersoons... Oh, dat maakt niet uit. Nee? Nee. Maar die kunnen we er ook afknippen. Ja. Nou, oké. Okay. Dit is een elektrische deken. Die kwamen wij tegen bij de kruidvat. Ja, jongens. Kruidvat. Nou, we hadden hem eigenlijk al zien staan in het kraantje. Ja. Maar in onze eigen woonplaats was hij niet meer. Dus vandaar dat we nu eventjes in Nunspeet hebben gekeken. Maar dit is heerlijk voor nu in de caravan. Als ik het nou niks vind op mijn bed, kunnen we hem ook nog in de vloer stoppen. Dit is geweldig. Ik ben er even stil van. Ja, ik ook. Oké, nou, kost niks. Nou, dat is niet helemaal waar. Het was 37 euro. Oh, nou ja. Niet heel duur, bedoel ik dan. Nou, er zit ze hoor. Nou, kijk.
Maar ik krijg één kokend heet kuitje. Kokend hete kuit. Het is echt zo. Oh, die andere ligt er helemaal niet op. Het is warm. Heerlijk dit. Ja. Nou, weer lelijk. Nou, jij komt die caravan niet meer uit. Het is bloedheet. Maar eigenlijk ben je helemaal niet van de elektrische dekens. Nee. Want ik zit natuurlijk op die stoof. Ja, daar ben ik helemaal niet van. Nee. Want veel mensen die vroegen ook aan ons van, waarom hebben jullie maar eentje gekocht en niet twee? Maar jij bent er eigenlijk niet van. Dus ik ben benieuwd of je dit wel lekker vindt. Nee, eigenlijk niet. Ik vind het nu al niet lekker. Waarom hebben we twee gekocht? Geen idee. Ik vroeg me in de winkel al af. Ja. Ik krijg snel dan benauwd. Warm. Nee. Zoals net even die kruik op mijn tenen. Maar net was ik heel koud. Ik had me ook niet goed aangekleed hoor. We hebben even die kruik op mijn tenen gedaan. Nou, en dat vond ik toen genoeg. Toen werd ik ineens ook heel warm en genoeg was dat. Ja, jij hebt het gewoon heel snel warm en ik niet. Ik blijf het altijd een heel klein beetje koud houden. Ondanks dat ik alles gewoon op en aan heb. Ja. Maar ik ben gewoon een koukleum. Ja, nou ja, dit is eigenlijk dan niks voor mij, nee. Hé, hey, maar wil jij het even proberen? Want het is heel warm. Nee, ik voel dit nu al. Ik herken dit nog van vroeger. Dit wordt gewoon kokend heet. Ja. Dit wordt nog veel warmer hoor. En weet je wat ook handig is aan deze elektrische deken? Toch? Er zit een timer op, zodat hij niet bijvoorbeeld... Dat moet je zelf instellen. Zodat hij niet bijvoorbeeld de hele nacht aan blijft. Oh, hij gaat automatisch uit. Ja. Oké. Ik had vroeger vaak, dan vergat ik hem uit te doen. En dan werd ik midden in de nacht wakker. En dan dacht ik dat ik in brand stond. Zo heet. Ja, dat is niks. Maar nou, hoeveel tijd gaat dit uit? Volgens mij nou 180 minuten. 3 uur. Ja. Oké. Wij gaan eventjes een frietje kopen bij Happy Food. Hopelijk is hij nog open. Want op de navigatie werd aangegeven dat hij dadelijk gaat sluiten. Maar ik zie nog mensen, dus waarschijnlijk kunnen wij nog wel een frietje kopen. Frietjes. Ja, we hebben 2 soorten. We hebben al onze snacks allemaal al op. Huppatee. Gewone. Dit is huisgemaakt. Ja, dit is de huisgemaakte en dat is met schil. Kijk. En dit is normaal patat. Ja. Nou, eet smakelijk. Ja. Nelly is alvast de elektrische deken aan het testen. Hij doet het niet. Ja, ik denk de hele tijd dat hij het niet doet. Hij deed het vanmiddag. Ja, vanmiddag deed hij het wel. Maar we hebben hem daarnet hier neergelegd. En toen had ik het gevoel dat hij niet heet werd. Hij doet het niet. Nou, doe nou even normaal. Nou. Doet hij het nou? Doet hij het of doet hij het niet? Doet hij het of doet hij het niet? Ik dacht dit ook, even serieus. Hij doet het! Nou, super. Nou, ga je even tanden poetsen dan? Kom. Ik heb trouwens de lichtjes heb ik een ander plekje gegeven. Wij hadden de lichtjes, zoals jullie weten, hier neergelegd. In het raam. In het raam. Maar Nelly zegt, dat werkt niet. Ja, want het ligt constant in de weg. Dus nu hebben we het hier. En dan kunnen wij precies zien waar de nooduitgang is. Had ik zo bedacht. Ja. Als wij vannacht paniek krijgen van de elektrische deken. Brandgevaar. Dan kunnen wij in 1 oogopslag zien waar wij eruit moeten. Jij had met die vorige deken een gat in je topper, hè? Ja. Ja, klopt. Dus, ja, maar dat was mijn fout, want ik vergat hem steeds uit te zetten. Maar dat gaat me nu niet overkomen met deze. Hoezo? Hier zit de timer op, toch? Ja, nou, denk je dat dit goedkope ding zelf uitschakelt? Nou. Ik geloof er niks van. Jij wel? Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Oké. Ze ligt.
Nou, eindelijk. Wat een operatie. Oei, foei. Nou, en ze doet net als ze naar de Noordpool gaat. En ze heeft een vliesbroek, sokken, een trui met lange mouwen, op een elektrische deken. En toen zegt ze ook nog, de kruiken zijn niet warm. Nou. Ja, maar jij moet je gewoon even niet bemoeien nu met mijn kledingstijl, met deze kou. Verschrikkelijk. Nee, oké. Okay. Maar niks meer, de deken is echt super warm. Echt heel lekker. Maar dan heb je het geen kruiken meer nodig, of wel? Nee, dat heb ik niet nodig. Nee, de deken geeft echt voldoende warmte nu. Oké. Okay. Dus ja. In principe hoeven we die kruiken dan niet mee te nemen. Prima, Marco. Nou, voor overdag wel, trouwens. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou. We gaan even afsluiten. Wat is er? Niks. Wij willen jullie bedanken voor het kijken. Ja, leuk dat jullie er weer bij waren. Ja. Volgens mij zien ze jouw mond niet. Leuk dat jullie... Leuk dat jullie er weer bij waren. Ja. Zien jullie wel mijn mond? Ik krijg hier de slappe lach van. De ballentent. Ja, maar wel een gezellige ballentent. Mm-hmm. Nou ja, weet je wat zo gek is? Het is zo rustig in hun space. Dat is altijd zo als wij ergens kamperen. De vorige keer waren we in Ermelo. Toen stond Ermelo in de fik. Zoveel sirenes heb ik nog nooit in mijn hele leven gehoord. En nu hoor ik steeds een brummert. Een brummert, ja. Een brummert door hun speet. Ja. Maar we gaan afsluiten. Ja. Wij vonden het leuk dat jullie erbij waren. Ja. Doe een duimpje omhoog als jullie het ook leuk vonden. Om met ons mee te gaan. Naar hun speet. Mee te zijn. Ik kan gewoon niet meer praten, joh. Om mee te gaan. Nou, doe een duimpje omhoog als jullie het ook leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En wij zien jullie graag de volgende keer terug. Doei doei. Doei. Wel even zwaaien. Nu niet meer zwaaien. Doei. Doei.